Misschien heb je de billboards al langs de snelweg zien staan. Flevoland heeft namelijk een nieuwe slogan die dertigers naar de provincie moet trekken. Als je een visje gaat eten of thuis vis klaarmaakt, dan ben je flink meer geld kwijt dan een jaar geleden. Maar zorgt het er ook voor dat mensen het niet meer kopen? En de een klaagt erover, de ander vindt het juist top. Ik heb het over het weer. Voor deze kitesurfers in Lelystad kan er bijna geen mooier zomerweer bestaan. Het is vandaag dinsdag 8 augustus en dit is Flevoland. Goedenavond. De ingebruikname van het asielzoekerscentrum in Zeewolde is opnieuw uitgesteld. Het was de bedoeling om begin augustus de eerste bewoners op te vangen in het AZC aan de Bosruitenweg. Het uitstel is volgens de gemeente te wijten aan vertraging in de oplevering van de gebouwen. De opening is al meerdere keren uitgesteld. Het oorspronkelijke plan was om begin juni de eerste asielzoekers in Zeewolde te huisvesten. Die deadline werd niet gehaald vanwege een tekort aan bouwmaterialen. Nu is er opnieuw meer tijd nodig. De gemeente Zeewolde verwacht dat in de tweede week van september de eerste bewoners onderdak kunnen krijgen in de gebouwen. In totaal is er ruimte voor 600 mensen. Hoe trek je toeristen naar je stad of provincie? Wat er bijna altijd bij komt kijken is een goede slogan en grote reclamecampagne. Zoals Lelystad geeft lucht en het kan in Almere. Voor de provincie Flevoland is nu een nieuwe slogan bedacht. Namelijk Flevoland, cadeau van de zee. Hi, ik ben Puk. Het leven is kort en er is nog zoveel te ontdekken. Jij bepaalt hoe je jezelf ziet en hoe je anderen ziet. En soms moet je even stilstaan om het hele plaatje te bekijken. Het leven is een cadeautje. Je hoeft het alleen maar uit te pakken. Flevoland, cadeau van de zee. Puk heet ze, de hoofdpersoon in de nieuwe campagne van Visit Flevoland. Niet gespeeld door een acteur, maar door een van de marketingmedewerkers van Visit Flevoland zelf. Puk is begin 30 en heeft een man en kinderen. Via billboards en met reclamespotjes spoort ze mensen aan om Flevoland in te trekken. Dus je ziet haar met haar man, gaat ze leuke dingen doen, maar ze gaat ook met haar man en kinderen op pad. Ze gaat zelfs met haar opa lekker de deur uit en wat ondernemen. Maar je kan natuurlijk ook gewoon zelf lekker de deur uit. Dus je hoeft niet zo ver te zoeken. Het is ook gewoon allemaal hier in Flevoland. Ja, want jullie willen in Flevoland graag Puk hier naartoe halen? Zeker, hier naartoe halen. Maar Puk woont hier natuurlijk ook gewoon. Dus het is voor ons en de toerist naar Flevoland halen, maar ook de inwoner van Flevoland het besef mee te geven hoe leuk het hier eigenlijk is. Het zijn niet de grote attracties als een Batavia-stad, Aviodroom of Walibi die voorbij komen in de campagne. Nee, in plaats daarvan is gekozen voor onbekendere of kleinere plekken. Zoals Pannenkoekenhuis en speelpark Hans en Grietje. We proberen juist ook te laten zien wat ze nog niet weten. Want heel veel mensen hebben nog het idee en het imago van Flevoland is gewoon nog dat het heel rustig is. Dat er geen historie is. Dat je niet zoveel kan doen. Dat er hele langgerekte weilanden zijn. En daar willen we eigenlijk een beetje van afstappen. We hebben heel veel reuring en hippe tentjes waar je lekker kan lunchen. Dus die willen we eigenlijk ook belichten. En een Walibi die vinden we wel. Maar die kleine pareltjes die kennen ze nog niet. Al weten een hoop mensen Hans en Grietje op een vakantiedag als vandaag al goed te vinden. Lekker even speeltuin, lekker pannenkoek eten en genieten. En waar komt u vandaan? Almere. En toen dacht u, ik blijf gewoon lekker in eigen provincie. Ja, genoeg te doen. Ja. Want, we zijn aan de Almere Jungle geweest, Orchideeënhoeven. Dus, Oh, u blijft echt deze vakantie in Flevoland? Ja, we blijven echt in Flevoland. Ja. Goeiedag. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Goorlen. Dat is bij Tilburg in de buurt. In Brabant. Ja. Uit Brabant, ja. En wat brengt u vandaag naar Flevoland? Mijn ouders zijn een weekje hier en wij zijn vandaag blijven slapen. Ja. Waar het vooral om gaat in dit geval is Flevoland een leuke provincie om dagjes uit te gaan? Nou, dat durf ik nog niet helemaal te zeggen natuurlijk, want ik heb maar een klein stukje te zien, maar ongetwijfeld zal hier heel veel te vinden zijn. De campagne van Visit Flevoland is online te zien, maar ook op 13 grote reclamepalen langs snelwegen. Flevoland is gewoon echt de moeite waard en daar doen we gewoon heel erg ons best voor. Flevoland, cadeau van de zee. Reizigersorganisatie Rover is ontevreden met de nieuwe NS-dienstregeling in Flevoland. Er gaan in de daluren minder treinen rijden tussen Almere en Amsterdam en tussen Lelystad en Zwolle. Volgens de reizigersorganisatie gaat de bereikbaarheid van de provincie daardoor te veel achteruit. In een brief van de provincie Flevoland en de 6 gemeenten roept reizigersvereniging Rover op om de NS over te halen om hun plannen voor volgend jaar te herzien. De organisatie is bang dat Flevolandse treinreizigers afhaken. Als je minder mogelijkheden om te reizen hebt, vaak moet overstappen. Dat is meestal voor mensen in ieder geval niet de stimulans om in de trein te stappen of in het OV te stappen. Dan kijken ze naar een ander alternatief, bijvoorbeeld de auto.
Meerdere bewoners van een seniorenflat in Almere Stad zitten zonder stroom. Op de tweede etage van het gebouw ging aan het begin van de middag een waterleiding kapot, waaardoor water naar de appartementen eronder stroomde. Een deel van het water kwam terecht in meterkasten en daarom is uit voorzorg de elektriciteit afgesloten. De meterkasten van een aantal woningen moeten door de schade worden vervangen. Mogelijk zijn die problemen vandaag nog niet opgelost. De woningcorporatie zorgt voor tijdelijke opvang voor de bewoners. De eigenaar van het schip Octant, dat vorig jaar tijdens storm Eunice zonk in de haven van Lelystad, heeft afstand gedaan van het schip. De kosten voor het bergen en het bewaren staan ondertussen op ongeveer 77.000 euro. En die rekening is voor de gemeente Lelystad. Die laat weten dat ze het schip nu laten taxeren. Daarna gaat het de verkoop in. Er komt een monument in Almere ter ere van de slachtoffers die zijn gevallen in Nederlands-Indië tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Het beeld is gemaakt door de Almeerse kunstenaar Freya Lenger en staat in het Bos der Onverzettelijken in Almere Stad. Het beeld staat al op zijn plek, maar hoe het eruit komt te zien is nog even geheim. De onthulling is tijdens de Indië-herdenking op 15 augustus. Het spreekwoord de vis wordt duur betaald is actueler dan ooit. De prijzen van vooral Noordzeevis rijzen de pan uit. Zo zijn bijvoorbeeld kabeljauw en tong ruim 12% duurder geworden ten opzichte van vorig jaar. Met als gevolg dat consumenten minder vis kopen. Volgens marktonderzoek is verse vis momenteel de hardst dalende verscategorie in de supermarkt qua omzet. Het gaat om een daling van zeker 10%. Dat heeft dus vooral te maken met de hogere prijs. Ja, ik merk het wel, ja. Eigenlijk met alles, ook met boodschappen en dergelijke, energie. En, voedsel gaat het nog duren, dat de mensen nog hun handen in de portemonnee kunnen houden. Dat ze nog centen kunnen uitgeven voor alle boodschappen. Ik vind het gewoon belachelijk duur worden. Eet je vaak vis? Ik heb best vaak vis, ja. Elke week kom ik hier. Vind je het belangrijk om vis te eten? Ja, je moet vis eten voor je vitamines. Hè. Dus dat moet wel. Dat is wel belangrijk. Komt er een moment dat je denkt, nou wordt het me te duur, ik ga iets anders proberen? Ja, als het te duur wordt, dan zal ik wel wat anders proberen, ja. Ook in Dronten merken consumenten dat de vis steeds duurder wordt. Toch blijft het eten van vis voor velen nog onderdeel van het wekelijkse eetpatroon. Nee, ik ga niet minder vis eten. Nee, dat doe ik niet. Want vis is gezond, hè? Dus u past het gewoon echt in, één keer of twee keer in de week? Ja, één keer in de week zeker. Ja. En komt er misschien dan een moment dat u denkt, het wordt nu wel erg duur, ik ga een alternatief zoeken? Misschien, als het te duur doet, wordt wel, ja. De hoge visprijs wordt onder meer veroorzaakt door de sterk toenemende inflatie. Zo zijn veel vissers gestopt met hun bedrijf vanwege de hoge brandstofprijzen en gestegen loonkosten. Alleen op Urkel maakten tientallen vissers gebruik van een opkoopregeling van de overheid. De vissers die nog wel op de Noordzee varen, berekenen de hoge kosten door aan de consument. Dag meneer, net lekker een visje gehaald. Ja, is lekker. Wat was u kwijt? Acht nog wat. Ja. Ja. Duur? Maar we gaan er niet minder om eten. Nee, want het schijnt dat de prijs historisch hoog is en dat steeds meer mensen een alternatief zoeken. Komt er voor u een moment dat u zegt, nu wordt het te gek? Ja, als ik mijn baan verlies misschien. Maar tot die tijd blijf ik gewoon vis kopen, hoor. Als ik denk aan de gerookte paling en zo en de duurste vissen, Dan moet ik wel even nadenken of ik dat wel zal kopen. Ja. Vindt u het wel bij u, wekelijkse maaltijden horen? Ja, dat vind ik wel. Ik ben dol op vis. Ja. Ja, dat klopt. U blijft het kopen? Ja, dat blijf ik wel kopen, ja. Ja, ja. Voor de kitesurfers gisteravond bij het Batavia-strand in Lelystad kon er bijna geen mooier zomerweer bestaan. De zon scheen en het waaide er behoorlijk. En dat maakte de perfecte omstandigheden om met een heel grote glimlach het water in te gaan. Het is toch heerlijk met het zonnetje en het windje. Er mag nog een paar knoopjes meer wind en dan was het helemaal fantastisch. Maar dit is geweldig. Dus, meer wind? Je waait uit je vel hier. Nou, het is nu windkracht 5 zo. Maar 6-7, dan wordt het leuk, hè? Ja. Kun je wat hoger springen en zo. Dat is wel leuk. Ja. Hoe is het vanavond om te kitesurfen? Ja, goede ondergaande zon, lekkere wind, mooie golven. En tweede keer op deze spot, maar dat wordt wel genieten. Veel mensen zullen zeggen van die zomer, dit jaar, wauw. Hoe kijkt u daarnaar? Ik had ook wel wat meer zon gehoopt natuurlijk. Maar voor ons kiters is het fantastisch. Ja, het is heerlijk met die wind. We hebben een paar hele mooie zomerstormen gehad. Dus ja, dat wil je nog meer. Dat is voor ons is dat echt genieten. Enkele tientallen kitesurfers genieten volop aan het begin van de avond. De zon glinstert op de golven en er staat een lekker briesje.
Menigeen zal vinden dat de zomer van 23 niet de allerbeste is. Maar dat is maar hoe je er naar kijkt. Nou ja, ik heb er geen last van. Het heeft zoveel gewaaid de laatste weken. Dus ik vind het alleen maar lekker eigenlijk. Als we naar vakantie gaan, gaan we naar het buitenland. Jullie hebben het strandje ook lekker voor jezelf. Dat is ook niet altijd hier, hè? Niet altijd. Alhoewel, als het hard waait, dan zwemmen er over het algemeen weinig mensen. Dus dan hebben we het meestal alsnog wel voor onszelf. Maar deze zomer is het helemaal ideaal, ja. Morgen spierpijn? Nee, denk ik niet. Nee, dan moet ik nog wel wat meer sessies doen. Ja, omdat het nog behoorlijke kracht op je armen komt te staan, of niet? Nee, je hebt dus een harnas om en aan het harnas hangt die kite. En eigenlijk doet de wind en je lichaam en de manier hoe je boord op het water houdt, dat zorgt ervoor dat het wel of niet veel kracht kost. En met je arm ben je eigenlijk alleen maar aan het sturen en bepaal je of er meer of minder kracht op de kite staat. Dus het is eigenlijk helemaal niet zwaar voor je armen. Nee. In ieder geval, het is genieten vanavond. Het is echt genieten vanavond, ja. Het zonnetje, we hebben zon, we hebben geen regen, we hebben wind. Ja, heerlijk. Niet te druk op het water, dus inderdaad, genieten. We gaan voor de volgende reportage even terug naar het eind van de vorige eeuw. Mensen in Almere Haven voelen zich onveilig en komen in opstand. Vorige week en deze week blikken wij terug met reportages van Almere TV die een mooi beeld geven van de stad tijdens de beginjaren. Almere TV was de lokale televisiezender van Almere. Het Stadsarchief Almere heeft de vele uitzendingen tussen 1984 en 2006 gedigitaliseerd. Ze zijn voor iedereen toegankelijk. Tijdens het overzetten van de banden zijn prachtige beelden herontdekt. Die een beeld geven van een stad in wording. Voelde zich veilig in Almere Haven? Nou, niet erg, want ik woon hier pas een half jaar, maar ik heb al 3 keer een Rutgeintje meegemaakt. Dat heb ik altijd wel gevoeld, ja, maar nu word ik wel een beetje angstig, hè? Het is mei 1990. Mensen in Almere Haven voelen zich niet veilig en zijn er klaar mee dat het politiebureau in het stadsdeel om 5 uur dicht gaat en daarna geen politie meer op straat zou rondlopen. Vooral rond de Middenhof wordt de politie gemist als er wat brandjes worden gesticht. Buurtbewoner Hans is zich rot geschrokken en richt een actiecomité op. Het is gewoon een hopeloze toestand dat je op een gegeven moment 's nachts wakker geschrikt wordt door een ontzettende explosie. En ja, je komt dan buiten, je ziet al die mensen, de verontwaardiging dat er geen politie is, de ellende daaromheen, mensen die niet met vakantie kunnen dit jaar vanwege hun caravan en puin. En ja, dan knapt er iets bij je. Almere is bang. Heel Almere Haven is gewoon bang dat we zonder politie komen te zitten en dat je voor je gezin niet eens meer veilig hier de straat op kan. Er worden handtekeningen ingezameld om de vestiging 24 uur open te krijgen. En er is een gesprek op het bureau. Maar de mensen voelen zich niet serieus genomen. Welke stappen zijn er gisteravond aan jullie medegedeeld? Ja, welke stappen zijn er medegedeeld? Nou, om te beginnen is het dus zo dat er gisteravond eigenlijk niks meegedeeld is. Het enige wat we te horen hebben gekregen, dat is dan van de commissaris van, ja jongens, we hebben geen geld, we hebben geen mensen. Wij zijn niet degene die hier wat aan kunnen doen, het is de politiek. Oké, denkt het comité, dan gaan we naar de burgemeester. Op straat worden mensen opgeroepen mee te gaan naar de afspraak op het bureau. Wij willen zoveel mogelijk mensen bij het bureau in Almere Haven, in hun eigen belang en voor hun eigen. Burgemeester De Kloe wordt toegesproken en krijgt handtekeningen. Hij zegt niet direct iets te kunnen veranderen. Kwestie van geld. We kunnen het aan in Almere, dat blijf ik beweren. We zouden iets meer kunnen als er meer geld over de brug zou komen. En een actie als deze beschouw ik als een stimulans om daarmee door te gaan. Maar is het niet te begrijpen als je hier woont in Almere Haven en er is zo'n gigantisch mooi politiebureau. Ja. Een gigantisch gebouw neergezet en het is niet open als je hulp nodig hebt? Nee. Als je hulp nodig hebt, is het niet belangrijk of er al of niet iemand achter het bureau zit. Belangrijk is dat de politie er snel is. Belangrijk is dat er gesurveilleerd wordt op straat. Minder agenten achter het bureau en meer agenten op straat. Daar moeten we naar streven. Ondanks dat er niets is toegezegd, is het actiecomité best tevreden. De burgemeester zegt, mijn prioriteit is, het politiebureau gaat niet open. Dat zal de toekomst moeten leren. En hoe het precies is afgelopen, de onrust was in ieder geval weer over. Het politiebureau in Almere Haven is begin 2018 definitief gesloten. Er zit nu een wijkpost aan de Kerkgracht.
En morgen zie je weer een mooie reportage. De groei van Almere zorgt vaak voor discussie, vooral als het groen in het gedrang komt. Zo ook in 1996 tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeente. Voor nu wens ik je een fijne avond en heel graag tot morgen. Dag.